Dag mede GamerGeeks en welkom bij het GamerGeek Nieuws. Het meest opvallende gamingnieuws voor jou hier op een rijtje gezet. Ik ben Jim en dit waren de headlines van de afgelopen week. Microsoft heeft afgelopen week de opvolger van de Xbox 360 aangekondigd. Deze nieuwe console gaat de Xbox One heten en zal later dit jaar verschijnen. Dit en meer informatie, zoals alle televisiemogelijkheden, hebben ze behandeld in een persconferentie die ze afgelopen week gaven. Jim en Jeroen hebben deze persconferentie uitgebreid geanalyseerd. En deze kan je terugkijken via ons YouTube-kanaal, die te vinden is op www.gamergeeks.nl. Gek is het niet dat er na zo'n persconferentie nog meer nieuws is verschenen over de Xbox One. Allereerst wat duidelijkheid over het gerucht dat je altijd online moet zijn met de nieuwe Xbox. Met de Xbox One moet je wel eens in de 24 uur connectie maken met het internet, ook als je singleplayer games wil spelen. Maar wat er gebeurt als je dat niet doet, dat is nog zeer onduidelijk. Tweedehands games en de onmogelijkheid om hierin te handelen waren al een groot punt van discussie wat betreft de Xbox One. Nu is er wat duidelijkheid over, want het schijnt dus dat je wel gewoon tweedehands games kan kopen, maar alleen bij winkels die toestemming hebben van Microsoft. Dat betekent dus ook dat Microsoft gewoon een deel van de winst meepakt van de tweedehands handel qua games. Greedy bastards! Verder is het bekendgemaakt dat indie developers niet zomaar meer hun games kunnen pleuren op Xbox Live. Xbox Live Arcade zal sowieso verdwijnen van de Xbox One. Indie developers kunnen wel aankloppen bij Microsoft om wellicht hun games uitgebracht te laten worden via Xbox Live. En uiteraard pakt hier ook Microsoft weer zijn centjes mee. Meer nieuws en duidelijkheid over de Xbox One die volgt snel, want over 2 weken is er de E3, de grootste gamingbeurs van het jaar. En ook hierin zal Microsoft een persconferentie houden die ongetwijfeld meer info zal bevatten over de Xbox One. De Free Record Shop is failliet. De curator van het bedrijf heeft het faillissement vandaag aangevraagd. Wel hoopt het bedrijf nog op een doorstart, zodat de winkels die er nu nog zijn, nog gewoon open kunnen blijven. Free Record Shop begon in 1971 in Schiedam als een muziekwinkel. De laatste jaren heeft het zich echter uitgegroeid tot een ware entertainmentwinkel, waar je naast muziek ook films en games kon kopen. Dat er problemen waren bij Free Record Shop, dat was al bekend. Ze waren bijvoorbeeld ook al verdwenen van de NS-stations. Dit volgens Free Record Shop omdat zij het niet eens waren met de voorwaarden van de NS. Het betreft hier enkel de Nederlandse tak. De Belgische tak, die blijft gewoon nog bestaan. En het winkelketen Game Mania, wat onderdeel is van de Free Record Shop familie, die blijft ook gewoon nog fungeren. Atari probeert voor de 2e keer van zijn merken af te komen. In januari ging de uitgever al failliet. En toen probeerden ze om al hun IP's in 1 keer te verkopen. Maar dit mislukte. Nu proberen ze het opnieuw door alle franchises en de rechten daarvan apart te veilen. In juli gaat de veiling beginnen en kan er onder andere geboden worden op Total Annihilation voor 2,5 ton. De Test Drive franchise staat ook op de verkoop voor minstens $1,5 miljoen. En de Rollercoaster Tycoon franchise gaat onder de hamer. Hier moet minstens $3,5 miljoen voor gedokt worden. Misschien dat EA die laatste franchise wel overkoopt en dat ze dus weer een nieuwe 3D Rollercoaster Tycoon uitbrengen, waar je ook noodgedwongen online moet zijn, ook al wil je singleplayer spelen. En misschien dat de servers er dan weer voor de eerste 2 weken uit liggen. Hahaha, dat wordt leuk, of niet Jordi? Je speelt met levens! Levens! Dat dacht ik al, erg duidelijk. Tot zover deze editie van het GamerGeek News. Met dank aan Ed de Helminator en Ed HonorGuyXL voor het brengen van nieuwstips. Heb jij ook nieuwstips of vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar redactie@gamergeeks.nl. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter en subscribe op ons YouTube kanaal via www.gamergeeks.nl. Tot de volgende keer voor weer een nieuwe editie van het GamerGeek News.